Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik samen met jullie de Sims spelen. Ik heb de Sims 4 met enkele uitbreidingspakketten. Ik ga ze eventjes opnoemen welke ik heb. Momenteel heb ik van de Sims 4, want deze Sims gaan we vandaag spelen, volgende uitbreidingspakketten. City Living, Get Together en Get to Work. En ik heb 1 Celebration Pack, de Holiday Celebration Pack. Zo, dus ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden om mijn Sims te spelen. En wil je weten welke Sims ik heb gemaakt, kijk dan zeker verder. In deze video ga ik beginnen met het maken van een Sims. Maar welke naam ga ik ze geven? Ik ga voor een meisje. Naam. Ik weet geen naam. Delia. Delia de Graaf. Oh nee, die is dan. Heeft een speciaal roepje. Een engelopje. Normaal doe ik ook geen loopjes, maar we gaan gewoon voor een vrouwelijk loopje. Wat gaan we kiezen als doel? Kennis of gezin? Populariteit? Ik moet niet zo graag inhouden. Ik heb echt geen idee. Misschien een Renaissance sim. Dat komt ook wel een beetje over in met mijn persoonlijkheid. Welke eigenschappen? Ambitieus. Creatief. En geniaal. Nu uiterlijk. Brunetje. Maar eerst het andere gezicht. Ik ben waarschijnlijk de enige die dat doet. Ik geef mijn Sims
altijd hetzelfde gezegd. Altijd dit standaard gezegd. Misschien moeten we voor iets anders. Oh, dat vind ik een mooi gezicht. Een lichte huidskleur. En nu misschien wel nog anders. Die moeten on fleek. Eigenlijk zijn bijna alles de wenkbrauwen op on fleek. Zo. Haar. Ik vind het zoiets wel mooi qua haar. Die vlek vind ik ook echt fantastisch. Misschien moet ik gewoon altijd voor de vlek gaan. Behalve voor als het formeel is. Dan mag het wel iets lokkers, toffer zijn. Dit is mooi. Misschien moeten we nog iets doen. Lieve tatoeages, maar ik weet niet meer waar dat staat. Ah, hier. Wel een tattoo. S is de oogstdoor. Zo. Nee. Lekker het sleeve. Eventjes allemaal verwijderen. Of een rug tattoo, dat kan ook mooi zijn. Awesome. Oh ja, lekker Trish. Van Divergent. Ik ga het doen zoals Trish van Divergent. Zo van die vogels of was dat voor? Nee. Oké, okay, tijd voor een outfitje. Kan je zien? Je hebt hier zo van die voorgevormde outfits. Ik ga zelf iets kiezen. Vind ik meestal heel erg mooi in combinatie met een jurkje of zoiets. Dat vind ik al mooi. Of zo'n coole vest. Het is moeilijk. Outfits kiezen. Ik zou echt zomaar gewoon mijn kerstrij aan doen. En er zijn nog alleen maar de t-shirts. Een peerkostuum! Woehoe!
Dat vind ik ook wel mooi. Oh, dat is mooi. Nee, excuses, stress. Misschien ga ik gewoon voor deze outfit. Mocht ik dat nog voor wel veranderen, kan ik dat altijd. Zo, we gaan hiervoor. Avondkleding. Die familiekleding. Voor je jurkje. Dat ze zwaar zijn. Elsa jurk. Ben dol op die Elsa jurk. Wat leuk staan. Ja, we gaan voor zoiets. Met een hakje eronder. Een simpel hakje eronder. Sportkledij. We gaan hier niet voor zo'n modder trainingspakken pak of voor zo'n hoodie. Dit vind ik echt zo'n mooi trui. Alle kleuren eigenlijk. Met zo'n broek gecombineerd. Nog met zo'n lichtje. Zo'n geestje. En natuurlijk fake Adidas eronder. Slaapkleding. Meestal ik voel dit hemd, omdat ik dit hemd echt super leuk vind. Maar misschien moeten we nu voor een combinatie gaan. Deze broek is wauw. Is echt fijn. En dan een witte t-shirt erop. Of eerder zoiets dan. Even leuk. Of zo. We gaan dan met dat kijkentje doen. Echt zo fijn. Feestkleding. Niet. Misschien moet ik gewoon een keer voor een jumpsuit gaan. Als feestkleding. Met schoenen. Schoenen. Geen sokken. Maar welke schoenen? Misschien een hakje. Ja, een hakje. Even dat haar nog. Ik heb het gevoel dat het ander haar was. Oeh, dat vind ik mooi. Sweet. Zoiets heb ik echt nog nooit gedaan. Dus misschien gaan we daarvoor. We gaan daarvoor. En hiervan ook. Dit is niet dat. Dit is niet dat. En dat is dit. Een klein beetje make-up in. Alledaags is ik gewoon een mooie eyeliner. Maar
Formeel moet dat al iets meer zijn dan een mooie eyeliner. Sorry, ga ik hier oogschaduw. Is dat niet mooi? Of zoiets. Ja, of zoiets. En dan nog lipsticks. Lekker dark. Kies voor deze lipstick. Face look. En voor deze eyeliner. Neem deze met oogschaduw. Gewoon een bruine. Met dan een felle lip. Met deze lust. Ik sta echt wel zo vampier rond. Wil jij nog zwemkleding? Gewoon een simpele bikini. Deze bikini. Met een bijpassende broek. Deze broek zie. Dat is zo'n broek. Dat is zo'n broek. Armbandje weg. Ik ben niet echt aan sieraden. In de Sims. Niet in het echte leven. Zo, mijn sim is klaar. En die gaan ze in een huisje stoppen. Al die lessen. Ik ga ze gewoon in de city stoppen. In een appartementje. Maar in welk appartementje? Hier is er een appartementje vrij. Levende buren. Geen idee of ik dat wel een opknopplekje. Misschien. Kabouters en een dollarfee. Klein haat vinden. Ik wil wel kaboutertjes in de boel komen fixen. Misschien gaan we dat appartement pakken. Is er hier nog een appartement vrij? Hoe is gewoon en op een leerling, dat is dat er heel veel tweelingen worden geboren. Misschien dat appartement. Een opknapper. En wat is een gremlins? Zien. Gaan dingen kapot maken. Leuk. Ik ga voor dit appartement. De James Suite 2B. Ik betaal hier 500 aan wekelijkse huur en mijn borg is 1000. En ik ga in een gemeubileerd appartement. Dus de kabels lopen. Nee, we gaan in ongemeubileerd. We kunnen dan nog muren verzetten en zo van die dingen. Oh, ik ben ook van cupcakes. Misschien als ik kindjes heb in mijn sim ga ik cupcakes maken. Kijk, dit is mijn appartementje. Leeg. En de volgende keer gaan we dat volledig inrichten. Ik heb trouwens ook het nieuwe uitbreidingspakket gekocht van de Sims. De Sims Cats and Dogs. Dus als jullie
daar een video van zien. Die komt er nog aan. Zo, dat was het dan. Bedankt voor het kijken naar deze Sims gameplay video. De volgende keer of de keer daarop ga ik aan de slag met de Sims uitbreiding. Met het uitbreidingspakket van de Sims 4 Cats en Dogs. Dus als jullie daar zin in hebben, vergeet dan zeker niet te abonneren. Zo word je op de hoogte gehouden van wanneer dat de volgende keer een nieuwe Sims gameplay video online komt. Vergeet ook niet je meldingen aan te zetten, zodat je geen enkele video van mij mist. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet zeker niet te abonneren als je deze video leuk vond. Geef eventueel tips van hoe ik mijn appartement de volgende keer moet inrichten. En doedels!